We gaan de fietsen voor Mark. We hebben 1,5 jaar geleden is Mark plotseling overleden. En dan gaan we fietsen, gaan alle clubs af die Mark gevoetbald heeft of gespeeld, zelf gespeeld of gevoetbald heeft. En dat is een fietstocht van 220 kilometer, 110 kilometer per dag. En dan gaan we in 2 dagen doen volgend jaar, 24 en 25 mei. Dat houdt in dat we alle clubs af fietsen en we gaan geld ophalen voor het AMC in Amsterdam. Voor onderzoeken voor mensen met hartfalen, die jong komen overlijden, familie of het erfelijk is. Of eigenlijk die zin. Eigenlijk allemaal dus proberen om geld op te halen om andere mensen levens te kunnen redden. En wordt dat breed gedragen? Dat wordt breed gedragen in die zin. We hebben gewoon zelf een werkgroep opgezet met 7 vrijwilligers. We hebben ook echt een stichting ervan gemaakt. We willen het gewoon goed laten, ook laten overkomen, professioneel over laten komen. En dat vandaar dus de stichting. En we gaan ervan uit dat het er wel veel mensen mee gaan doen. Ja, ja. Als we de geluiden horen, dan gaan we ervan uit dat we wel behoorlijk wat deelnemers hebben. Ja. We starten in Lid, in de geboorteplaats van Mark. Daar is hij begonnen met voetballen. Dan gaan we naar Schijndel, daar heeft hij heel lang gevoetbald. Daarvanuit gaan we naar PSV, daar heeft hij in de jeugd gezeten. Dan gaan we naar België, daar heeft hij in 2 clubs gevoetbald, bij Geel en bij Dessel. Daar overnachten we ook in de buurt. Daar zit ook overnachting bij en eten. De volgende dag starten we weer 110 kilometer gaan we naar Eindhoven, daar heeft hij getraind. Dan naar Deurne, Deurne is hij ook trainer geweest. En in Keldonk, zijn woonplaats, daar eindigen we. In totaliteit is het dus 220 kilometer fietsen. Ons hard maken voor de stichting, zoals wij het zelf eigenlijk zeggen. Als je mee wilt doen, dan houdt in dat je dus €95 inschrijfgeld betaalt. Daar heb je een shirt voor, je hebt een overnachting, eten, beschrijving bij. En dat is eigenlijk het doel wat we, dat is eigenlijk het geld wat we gaan ophalen. Maar het zou mooi zijn als mensen nog meer sponsorgeld erbij halen. Want zoals je begrijpt kost een shirtje overnachting en het eten natuurlijk ook geld. Dus we hopen dat mensen ook zelf initiatieven nemen om zelf ook nog een bedrag mee te nemen. En de medici zelf, wordt hij ook door de medici gedragen van de ziekenhuizen? Ja, ja, we gaan dus geld ophalen voor het AMC in Amsterdam. Voor professor De Wilde, die leidt die onderzoeken allemaal. Die professor is zelf ontzettend enthousiast, omdat hij het heel belangrijk vindt dat het eindelijk een keer in de publiciteit komt. Want er wordt eigenlijk weinig publiciteit aan gegeven. En hij vindt het ook fantastisch dat wij daarvoor gaan fietsen en ons hard voor maken om het daar geld voor, daadwerkelijk geld voor op gaan te halen. Want met behoorlijk bedrag, daar hoeft nog niet, praat je nog niet over €1000, maar een behoorlijk bedrag kun je al heel veel onderzoeken maken. Maar het is best wel heftig voor jou dit en nou zo. Ja, dat is voor mij best wel heftig, maar ik weet zeker dat Mark ontzettend trots zou zijn. Nou, het is inderdaad wel lastig, maar ik krijg er heel veel energie van. Het kost ook heel veel energie, maar ik krijg er meer energie van terug. En ik weet zeker dat Mark gewoon ontzettend trots zou zijn als we dit voor elkaar krijgen en gewoon een heel mooi bedrag ophalen. En zoals ik al op de site geschreven heb, zelf ook, van Mark krijgen we niet meer terug. Maar het zou fantastisch zijn als we er andere levens mee zo kunnen redden. Dat is ons streven. Heel nobel streven. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, daar gaan we voor met z'n allen. En die dag, is dat dan een dag dat je terugdenkt? Of is dat een dag van een beetje lol maken? Of hoe moeten we dat zien, eigenlijk dat fietsen? Of, want het is toch met een dubbele lading, hè? Ja, ja. Nou, het zal voor sommige mensen, voor de familie en voor mij zelf, zal het altijd best lastig zijn. Maar van de andere kant, Mark was wel in voor lol. En vooral die lach was wel heel kenmerkend voor hem. Dus het is ook zeker de bedoeling om het wel ook een heel gezellig weekend van te maken. Ja. En moeten er geoefende fietsen voor zijn of kan iedereen mee fietsen? Nou, in principe mag iedereen meedoen. Het is natuurlijk wel zo, het is 100 kilometer per dag. Dus ik denk dat wel een beetje oefening wel te pas zal komen. Maar in principe is het mogelijk dat iedereen mee kan doen. Ja. Ja, ja. Het is natuurlijk wel, 110 kilometer is veel, maar je mag tussendoor gewoon zoveel stoppen. Het is s'avonds gewoon, kom je daar aan en dan is het gewoon de bedoeling dat we samen eten en dat het bed klaar staat. Dus je hebt de hele dag de tijd om te fietsen.